Hoi, hier is Paul weer. Welkom bij DSCA Dinsdag. Het is een beetje een rare dinsdag. Ik ben niet zo blij. Dit gebeurt maar niet. Ik moet dividend ontvangen van NN Group. Dat moest eigenlijk gisteren al. Ik heb het nog steeds niet binnen. Ook vandaag niet. Vind ik een beetje jammer. Ik wilde eigenlijk gisteren een video maken over NN Group, want ik zou een recordbetaling krijgen. Ik ga er meteen naartoe. Van NN Group, dat was eigenlijk het idee. Dus zou ik dat herinvesteren in nog meer aandelen? Daar had ik zin in. Gisteren kwam het niet. Toen dacht ik van, nou ja, dan zal het vandaag wel komen. En kan ik het vandaag meenemen met DCA Dinsdag? Nou, dat kan ook niet. Het is nog steeds niet binnen bij Bucks. Ik heb Bucks ook gevraagd van wanneer komt dat dividend een keer binnen? Want het moet al binnen zijn eigenlijk. Ze zeggen, ja, het kan af en toe langer duren dan normaal. Dat is het dan. Dus daar ben ik niet zo blij mee. Dat vind ik jammer. Toch is het gewoon DCA Dinsdag. Daar wil ik ook vandaag weer investeren. En dat heb ik gedaan. Ik heb aandelen gekocht van Agree Realty. Er is een hele hoop aan de hand weer. Vorige week kwam Jerome Powell, deze meneer is dat, van de Fed. En die heeft gezegd, wij gaan de interest rates niet verhogen in september. We houden ze gelijk, maar er komt waarschijnlijk nog een verhoging van interest rates. En je moet er rekening mee houden dat de interest rates higher for longer kunnen zijn. Nou, dan gebeurt meteen dit met alle aandelen. Sinds vorige week is het één grote ellende op de beurs. Alles gaat weer omlaag. En zeker ook REITs, die hebben altijd nog meer last van interest rates. Hoe hoger de interest rates, dat is ook een beetje dit plaatje, heb ik vorige week ook verteld. Dus ik wil niet te veel in herhaling vallen. Maar hoe hoger de interest rates worden, hoe lager ja, aandelen over het algemeen gaan. En zeker REITs. Dus het was vorige week was het al een 52-week low party. Heel veel aandelen met een 52-week low. Nou, deze week allemaal weer nieuwe 52-week lows. Dit houdt niet op. Mid-America weer, Agree Realty, Leggett & Platt. Die heb ik in mijn portfolio. Maar ook aandelen als Coca-Cola, Target, Dollar General, Realty Income, Nike, Target. Noem het maar op. Echt alles gaat omlaag. Ja, het enige wat ik kan doen, naar mijn idee, is ja, niet heel erg luisteren, ook niet naar de Fed. De Fed zegt nu, we gaan de interest rates nog één keer verhogen en de interest rates worden higher for longer, dus ja, langer hoog. Dat is slecht nieuws voor aandelen, maar ook de Fed zit er zo vaak naast. Ik ben nu 2 jaar aan het investeren. Ik begon in 2021. Toen was alles sky high en er waren er heel veel mensen die zeiden van, nou, we kunnen wel eens hele hoge inflatie gaan verwachten. Toen zei de Fed, nee hoor, inflatie gaat helemaal niet gebeuren, maak je geen zorgen. Toen kwam er inflatie. Toen zei de Fed, oké, er is inflatie, maar het is maar tijdelijk. Was ook niet waar. Toen gingen ze de interest rates verhogen. Toen zou er een recessie moeten komen. Toen zou er weer geen recessie moeten komen. Nu komt er pas een recessie in 2026 volgens de Fed, geloof ik. En zo gaat het elke maand weer veranderen. Het enige wat ik kan doen, en dat is mijn hele truc en dat is mijn hele overtuiging, ik moet gewoon hele sterke bedrijven kopen die ondanks de Fed of wat er maar gebeurt, gewoon dividend uitkeren en hun dividend kunnen verhogen. Dat gaat hartstikke mooi, want ook deze maand was er wel goed nieuws. Verizon had zijn dividend verhoogd met 1,9%. Vorige week had Microsoft hun dividend met 10% verhoogd. En Starbucks met 7,5%. Dus ondanks dat de markten helemaal niet zo mooi zijn op het moment, hebben al mijn bedrijven hun dividend verhoogd in 2023. Dus ondanks dat de koersprijzen heen en weer schommelen, wordt mijn dividendinkomen elk jaar meer. En als het zo doorgaat, is het voor mij helemaal prima eigenlijk. Hoef ik me niet bezig te houden met de waan van de dag. Verder verwacht ik nog één verhoging en dat is van Agree Realty. Die verhogen om het half jaar hun dividend en volgende maand, ja, dan is weer een half jaar voorbij. Dus dan verwacht ik een verhoging en dat dit hoger gaat worden dan 1,3%. Dat gaan we zien en ik heb ook Agree Realty bijgekocht. En zoals ik al zei, het is een en al rood op de beurs de afgelopen week. En zeker ook weer met REITs. Mijn REIT-portfolio is deze bij de Giro, Agree Realty en Mid-America. Ja, het ziet er hartstikke rood uit. Het komt puur door de hoge interest rates, denk ik. En ik denk ook dat als het echt zo is dat die interest rates hoger worden en langer hoger blijven, dan kunnen die REITs wel eens nog verder naar beneden zakken. Dus ik wil niet continu weer de nieuwe dip gaan kopen. Maar vandaag heb ik wel gekozen voor Agree Realty. Dit is mijn transactie. Ik heb gekocht voor $56,53 per stuk. Ik heb 5 aandelen gekocht. Inmiddels is de koersprijs alweer lager natuurlijk. En zo gaat het maar door. Toch ben ik er blij mee, want het maakt niet uit voor hoeveel ik die aandelen koop. Ik krijg er nog steeds hetzelfde dividend voor per aandeel. En dat is dit. Ik heb 5 aandelen gekocht. Agree Realty keert dit per maand uit. Als ik dat keer 12 maanden doe, dan weet ik dat ik $14,58 aan extra dividendinkomen mag verwachten. In totaal heb ik nu 57 of 47 aandelen van Agree Realty en dat levert mij in totaal $137,05 op aan groeiend dividendinkomen. Dat begint ook op te schieten. Ik wil naar de 200 gaan met Agree Realty. Dat is mijn eerstvolgende doel en daar kom ik toch wel.
een beetje bij je in de buurt. De dividend stats, ja, die worden steeds mooier eigenlijk. Het dividend yield waar je mee begint wordt steeds hoger, omdat de dividend staat vast. Dat is dit per maand. En als de koersprijs omlaag gaat, ja, dan heb je een hoger dividend yield of dividendrendement om mee te beginnen. Het is nu 5,2%. De gemiddelde groei van het dividend per jaar van Agree Realty is 6,1%. Als je dit gaat combineren, 11, 12%, ja, is hartstikke mooi, denk ik. Zeker voor een bedrijf als Agree Realty. De payout ratio, het is nog steeds hartstikke gezond, ondanks de lagere koersprijs. Dat heeft er niet per se mee te maken. Op basis van de AFFO, de Adjusted Funds From Operations, en ze groeien 10 à 12 jaar of 10 à 11 jaar hun dividend. En ze keren elke maand hun dividend uit. Dat wil ik toch nog steeds altijd laten zien, want dat vind ik heel leuk. Dit is mijn dividendkalender. En ADC, Agree Realty, keert elke maand dividend uit. En als het goed is, komt volgende maand een dividendverhoging. Dus dan wordt dit automatisch weer iets hoger. Daar ben ik benieuwd naar. Dat vind ik leuk aan Agree Realty. En verder moet ik wel eerlijk zeggen dat ik het ook wel spannend vind, REITs, zeker met die interest rates. Het is voor mij ook nieuw, REITs. Ik was heel enthousiast begonnen met REITs een paar maanden geleden. En sindsdien zijn de interest rates nog hoger geworden. En zijn de REITs, ja, nog verder naar beneden gegaan qua koersprijzen. Zijn er steeds meer REITs die hun dividend verlagen. Laatst was ook weer WP Carey. Die gaan hun dividend, ja, resetten. En eigenlijk is WP Carey ook een hele... Ja, een hele sterke, hele gewaardeerde REIT. Dus je moet heel erg voorzichtig zijn, denk ik. En ik heb nog steeds vertrouwen in Agree Realty. De beste remedie tegen hogere interest rates zijn volgens mij een sterke cashflow statement, sterke huurders en een lage leverage en een sterke balance sheet. Ik heb dat vorige week verteld met Mid-America Apartment Communities, maar met Agree Realty is het precies hetzelfde. Sterke huurders hebben ze zeker. 68% van hun huurders zijn investment grade. Walmart is de grootste, Dollar General. Dit zijn allemaal ook dividendgroeiaandelen en hele sterke retailers. Agree Realty komt ook uit de put. Ze hebben een eerdere recessie meegemaakt in 2008, 2009, die financiële crisis. Toen was het heel moeilijk. Toen was het een heel slecht portfolio. Weinig diversificatie en niet de allersterkste bedrijven. En hebben ze het heel zwaar gehad. Daar hebben ze van geleerd. Sindsdien hebben ze een acquisition plan opgesteld en willen ze alleen de sterkste retailers, een gediversificeerd portfolio, investment grade tenants, dus huurders, en een lage leverage houden. Dat doen ze hartstikke goed. En daardoor zijn ze heel mooi gegroeid over de afgelopen jaren. En daarmee zijn ze ook heel erg recessieproof. Daar focussen ze zich ook heel erg op. Ook deze aandelen, misschien heeft dat ook te maken met een lagere koersprijs, hebben het ook zwaar. Dollar General gaat ongeveer zo qua koersprijs. Min 56% year to date. Ik denk ook dat het komt doordat het heel erg overgewaardeerd was. Nu is het, ja, laag gewaardeerd. En ook Dollar General en al die retailers, die grotere retailers, kunnen hun huren nog steeds gewoon prima betalen als het goed is. Dus Agree Realty gaat waarschijnlijk gewoon zijn centjes krijgen en kan mij daarmee weer dividend uitkeren. Ik blijf daarvan overtuigd. En verder zijn de interest rates een groot probleem voor bedrijven die heel snel maturities hebben, die heel snel schulden moeten aflossen, die dat niet kunnen aflossen en dan moeten herfinancieren tegen een veel hogere rente. Ja, dat gaat je cashflows opeten en je marges opeten en je winsten opeten. Ja, daarom moeten heel veel REITs hun dividend verlagen. Realty Income heeft zichzelf heel goed beschermd. Hun debt maturities, wanneer zij hun schulden moeten aflossen, dat is pas serieus rond 2028. Daarmee hebben ze zich beschermd. Dus zelfs als de interest rates higher for longer zijn en die grote retailers die blijven gewoon hun huren betalen, moet Agree Realty gewoon in staat zijn om dividend uit te keren en dividend te blijven verhogen. Daar hou ik vertrouwen in. Verder denk je soms wel eens dat je gek bent als je in REITs gaat investeren of in bedrijven of in aandelen die continu omlaag gaan in prijs. Toch heb ik dat nog steeds niet met Agree Realty. Ik denk dat het steeds mooier wordt om te kopen. Daar ben ik van overtuigd. Je kunt ook gaan naar Yahoo Finance, naar holders en naar insider transactions. Heb ik ook eerder laten zien. Maar bij Agree Realty zijn er een hoop mensen, als hij het nog doet, ja, die ook hun eigen aandelen kopen. Purchase, purchase, purchase. Richard Agree, dat is de vader van Joey Agree. Dit is de man die Agree Realty naar de beurs heeft gebracht. Joey Agree is zijn zoon, die is nu CEO en ze kopen continu eigen aandelen in. Purchase, purchase, purchase. Dus eigen aandelen inkopen. En voor hele flinke bedragen, voor 1,7 miljoen, voor 100.000, voor 1 miljoen, voor 700.000, voor bijna 2 miljoen. Ze zien zelf dus deze prijs, zo mag je het een beetje opvatten, ja, als een goede koop in hun eigen bedrijf. Verder kun je altijd nog naar analisten kijken, ook al moet je dat niet te veel doen, denk ik. Maar ook de analisten zijn nog steeds heel positief over Agree Realty. Kun je hier zien.
voorspelling aandelenkoers. En dit moet je altijd met een hele grote korrel zout nemen. Maar ja, het wordt wel een beetje bevestigd wat ik zelf ook denk. Ik denk dat Agree Realty nog steeds hartstikke mooi is en dat er eigenlijk niets aan de hand is. Dat kan ik ook zien. Tenminste, even kijken. Analisten voorspellen dat de koers stijgt met 31%. Je hebt er geen enkele garantie voor. Maar ook, ja, ongeveer iedereen ziet Agree Realty als een hele sterke koop op dit moment. Verder kun je ook nog naar Fastgraphs kijken. En als je hier naar kijkt, is er ook niks aan de hand. De EFFO, de Adjusted Funds From Operations. In de loop van de tijd, die groeien hartstikke netjes. Die witte lijn is het dividend. Dat is ook stijgend, continu over de afgelopen 10 jaar ongeveer. De payout ratio van het dividend, 73%. Op basis van de EFFO, 73%. Dividend wordt verwacht te groeien in 2024. Nog steeds hele veilige payout ratio. Alles is netjes. Schuldratio laag. Credit rating, BBB. Allemaal prima op zich, maar als je naar de prijs gaat kijken, en dat is waar de meeste mensen zich op focussen en wat altijd het meest spannende is, dan zie je opeens dit. Dan gaat het alleen maar naar beneden de afgelopen tijd. En als je, ja, maar eigenlijk, zoals ik vorige week ook zei, price is what you pay, value is what you get. Ik wil hier naar kijken eigenlijk. Dit is voor mij Agree Realty. Steeds meer EFFO, steeds meer resultaat, steeds meer dividend dat veilig lijkt, dat prima, stijgend lijkt. En ik moet er één keer de prijs voor betalen. En dan kan ik die prijs maar beter zo laag mogelijk hebben. Ja, dan is dat voor mij eigenlijk gunstiger. Ik wilde eerst altijd 5 aandelen van Agree Realty kopen onder de. Dat was mijn bedoeling. 5 aandelen kopen onder de €300. Dan zag ik het als een koopje. Nu moet ik inmiddels nog maar €269 betalen voor 5 Agree-aandelen. Dus het is echt flink naar beneden gegaan. Toch blijf ik positief. Price is what you pay. Value is what you get. En de waardering is historisch gezien ontzettend laag. Dit is de normale waardering van Agree Realty. Die is rond de 19. Nu is de EFFO of de price to EFFO is ongeveer 14,5 keer. Dat is hartstikke laag. In de historie is het zelden zo laag geweest. Pas hier denk ik ergens. Hier was het misschien rond de 14. Ja, hier was de prijs ook heel laag. Of de waardering eigenlijk heel laag. Dat is 8 jaar geleden ongeveer. Dat zegt wel iets. Tegelijkertijd zijn de interest rates natuurlijk nu veel hoger dan de afgelopen jaren. Dus je kunt ook niet alles vergelijken. Ik ben nog steeds heel blij met Agree Realty. Ik blijf gewoon doorkopen. En dit was eigenlijk mijn DCA dinsdag weer. Vinkje erachter. Agree Realty gekocht. Weer voor mijn vastgoedportfolio. En ik ben nog steeds heel benieuwd naar NN Group. Eigenlijk moest dat dividend gisteren komen. Toen had ik eigenlijk verwacht dat het vandaag zeker zou komen. Nou, dan hoop ik dat het morgen een keer gaat komen. Misschien maak ik er dan ook nog een video over. Het is ook weer het einde van de maand. Dus ik zal ook een update geven over mijn ja, resultaat over september. Dat is niet zo heel positief, denk ik, qua koersprijs. Maar qua dividendinkomen is alles weer gegroeid. Daar doe ik het voor. Bedankt voor het kijken. Ik ben ook heel benieuwd of jullie wel NN Group dividend hebben ontvangen al. En waar je zit, bij Bucks of bij de Giro of weet ik veel waar, deel het vooral. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!